Yes, eindelijk! Ik heb de vergunning voor het huis. En meteen ook de vergunning voor het plaatsen van de tijdelijke staakerven. Woe, erg gaaf. De gemeente had ik uitstel gevraagd van maximaal zes weken. Maar toch krapper dan een week, bravo gemeente. Hebben ze mij de vergunning verleend? Dus alles picobello. Uh, nou, een hoop te doen. Ik zal even de vergunning nog laten zien. Even kijken. even kijken, hier is de vergunning. Um, ik moet nu um, even kijken, het perceel gaan splitsen. Uh, dus ik heb een verzoek uh, ingediend uh, bij het kadaster. Um, even kijken, dan moet ik uh, met name voor de staakerven natuurlijk een aantal voorzieningen gaan treffen. Zoals water, elektra, uh, riolering, dat soort dingetjes. Ehm. Um, daar heb je een, uh, weer een mooie aparte website voor. Maar dan wacht ik heel even mee tot de perceelsplitsing um, uh, via het kalaster gedaan is. Um, want um, je moet bij die, uh, die nutsvoorziening aanvragen ook uh, je adres en dergelijke opgeven. En die zit nog niet in het BAG-register. Uh, dus de basisregistratie in Nederland waar alle adressen in uh, zitten. Um, dus dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen qua volgorde. Bovendien wacht ik ook nog uh, op de constructietekening uh, die van belang is uh, voor uh, de fundering. Uh, dat is nog even een, uh, een leeg vakje in mijn uh, begrotingsoverzicht. Uh, hoeveel de kosten van uh, de fundering precies gaan, gaan worden uh, met behulp van schroefpalen. En die is natuurlijk afhankelijk van de constructietekening. Uh, dus die moet ik ook nog weten. Dus uh, uh, genoeg te doen. Maar uh, super blij dat ik de vergunningen nu eindelijk uh, uh, binnen heb um, en uh, straks bij mijn staakerven lekker op eigen grond kan uh, gaan staan.